stream starten. Yo, kijkers van Romiga. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe livestream van Euro Truck Simulator 2 Multiplayer. Het is echt al een tering end geleden dat ik dat gespeeld heb. Doorrijden. Oh, echt. Tering. Waar gaan wij verzamelen, mensen? Want ik weet niet waar ik Rotterdam. Ik sta nu in Amsterdam. Dus dan kom ik even naar Rotterdam toe. Pak ik gelijk hey, even... Dan dikke sleper. Ik heb volgens mij al een DAF, dacht ik, overvrachtwagen. Ik krijg me nog steeds rot met mensen met een zwaar transportvrachtwagen, maar die er gewoon een normale zo'n DAF Euro 6 bedoel je toch, Mark, of niet? Kijk wat er links van ons aankomt, Mark. Wat zeg je, Mieke? Zo'n DAF Euro 6 bedoel je, denk ik, of niet? Ja, dat nieuwe DAF, ja, het nieuwe type. Ja. Dat is wel het interieur mooi van. Dat facelift. Hey, Mark, wil je misschien je geluid wat zachter zetten of die headset weer op doen, want ik hoor mezelf echt enorm echo hoor. Nou, mijn geluid staat al zacht, dus dat klopt niet. Hoe is het dan? Octaan is geabonneerd. Octaan, thanks voor het subscribe. Ik kan wel mijn pakje uitbrengen. Je kleeft aan mijn bumper, voel jij je dan zo groot? Ik heb daar altijd een probleem mee met die roldeur. Altijd heb ik daar een probleem mee. Ja. Eerst even naar Amsterdam toe rijden, hè? Ja. Dat ga ik ook eerst even doen. Ik rij even naar Amsterdam of Rotterdam bedoel ik. We gaan bij Rotterdam bij de truck repair even. Ik ben wel 266 in queue. Oh, maar het zakt al. Best wel een beetje. Nou, we gaan wel in Bart. Vrachtcentrum, Rotterdam. Ah, hij is weer geglitcht bij mij. Bij mij niet, ik heb echt nooit last van meer. Ja, volgens mij had ik ook niet het economie uitgezet in mijn ogen. Nee, ik heb daar af en toe gewoon nog last van. Ik wel. Maar ik heb het zo dat als ik dan een rit aanneem bij een normale vracht en ik rijd twee ritjes of één ritje, dan doet hij het daarna wel weer. Ja, dan doet hij het weer, ja, precies dat. Oh, ik dat mag dan. Nou ja, hou ik hem al uit. Nou, ik wil mijn documenten. Ik blijf hier wel wachten op je. Oh, ik ga eerst even naar de repair. Ja, daar ga ik nu ook naartoe. Ik ben 185 in queue. Octaan is geabonneerd. Sowieso al een dikke thanks naar Octaan. Ik kan nu alleen mijn subscribe counter niet zien. Dat kan ik nu ook niet veranderen. Had ik zo als ik bij de Tunings Repair Shop ben. Ja mensen, het 1.28 LZV Multiplayer is al een hele tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Omdat ik had gezegd als 1.28 eindelijk een keer kan en ik heb een keertje, ik ben weer thuis, dan ga ik dat sowieso doen. Dus ja, vandaar dat we hier zijn. Boeken zonder vloeken. En wat natuurlijk ook wel weer vrolijk is, is dat morgen komt trouwens het eerste deel online van dat ik mijn CPU er mijn oude CPU eraf haal en dan ja, een soort van een nieuwe ongeveer monteer. Zo, pardon. In principe, die DAF die is wel heel significant. Het interieur vind ik mooi. Die DAF is al significant beter geworden, ja. Ja. Cool. Too many. Oh, gaan we dit krijgen in Queen dat ik erin mag. Maar, is het interieur van de DAF dan ook veranderd voor de normale mensen, of dat niet? Wel. Je hebt toch nou dat het bruine heel netjes is? Ja, in 1.28 is dat ding gekomen, of niet? Ja. Ja, ik heb het standaard interieur nog wel trouwens, maar... Maar ook het standaard interieur is een beetje gewijzigd. Nou, wat meer zilvergrijsachtig, dacht ik. En het stuur is iets veranderd, of niet? Er ligt er al welk stuur? Ja, gewoon normaal stuur. Ik heb echt dat echt exclusieve spul. Ja, ik nog niet. Dat vind ik wel mooi. Er mag, ook wel, een, leuk er mag ook wel een klep komen van de game zelf, zeg maar. Dat je een klep open kan zetten of open pijp een klep dicht kan zetten. Ook en hey, ik zit erin. Mooiere interieur van oh, ik zie hem, ja. Even kijken. Ben je nog in Rotterdam, Bart? Super space. Ja.
Dan doe ik even snel rijden naar Rotterdam. Oh, ik heb het exclusieve, ja. Oh, je hebt ook exclusieve dat bruine. Wacht, ja. Even, ik kom zo naar je toe, Mieke. Wacht, kijk even op je. Ja, huis. Je had dat oude houten en nu heb je deze. Wacht even. Dat exclusieve, dat vind ik nou ook weer niet zo erg. Maar je bedoelt exclusief lijn. Wacht even, ik ben even aan het kijken. YouTube. Deze bedoel je? Ja, ja, exclusief lijn, die vind ik mooi. Ja, hij is wel wijs. Mika? Daar kan ik niks over inbrengen, nee. Dat vind ik netjes, die heb ik. En dan moet je ook nog even op het stuur klikken, wacht. Ja, heb ik al gedaan. En dan dat, ja, dat heb ik. Nee, niet dat, dit. Zo is die mooi. Heb jij die DAF pack gekocht? Ja. Net? Ja. Wauw. Dat is een mooi packje hoor. Kocht je die net? Ja. Oh. Oh. Als je achterkant te zien, naar je achterkant ook wel zien. Wow. Laat je achterkant te zien? Ja, dat zijn het ook al. Net. Nee, je achterkant. Van je, gewoon waar je. Moet je even kijken waar je bumper. Je bumper. Je achterbumper. Oh zo, ja. Oh dat. Dus even kijken wat je daar aan kan tunen, ja. Oh dat. Gewoon een beetje hetzelfde als de way it. Scania. Ja. Nou, je kan wel wat netter hoor. Ja, als ik dan volledig DAF. Waarom kan ik geen Scania spatlap achterop? Nee. Ik bedoel, als ik dan. Dan ben je echt. Oh, je hebt ook wel getune zijskeurs. Dat heb je ook niet bij de way it. Nee, dat vind ik niet. Heb je hem net gekocht? Ja, zeg hem. Ja, zegt hij net. Dan wil ik hem eigenlijk ook wel. Ik ga hem niet kopen. Ik wil even wat gaan. Dan heb ik nog wel mijn potje. Ik. Oh, maar. Hier kan je ook gewoon een zijskeurtje en alles tunen. Ik vind dat wel dik hoor. Dikke Tempus Paap achterop. Vind ik deze mooier. Waar gaan we heen rijden? Ja, wacht even. Ik tune even een paar dingen en dan. Dikke DAF spatlapjes voor. Oh, nu kijk ik weer de. Oh, is dit met verlichting? Als dit met verlichting. Nee, hè? Hij zegt dat je een DAF logo nu met een gloed kan doen, maar. Nou, kijk wel, ik hou deze wel eventjes. Oh, je kan ook weer een andere backplate nu doen. Die doe ik lekker mooi. Donker dat. Lak. Is lak mooi? Ik vind lak persoonlijk wel mooi. Kan ik hier echt nog gekke dingen tunen? Nee, ik hou het denk ik even zo. Outline. Oh, dat is. Dat heb. Oh, dat vind ik wel wijs. Zo, deze moet ik dan wel houden. Dat vind ik wat minder dan. Kan ik hier wat moois? Ik ga gewoon helemaal blauw doen in de kleuren van mijn. Mooie bedrijfje. Even kijken. Ik moet gaan. Ga je? Oeh, ja, ik moet gaan. Ja. Wat? Je hoeft niet te gaan, maar je gaat gewoon. Ja, ik moet wel stoppen. Ja, oké. Joe. Joe. Marek, tweede beginnen toch? Jij? Ja, Marek is er nu toch niet? Die is even ding kopen. Kijk, ik hoorde hem net terugkomen. Ja. Joe. Nou, ik vind die dag eigenlijk best wel goed zo. Ik vind hem best wel goed tuned zo, bestelling bevestigen. Oh, dit is gaaf, hé. Wat een DAF. Ja, dat DAF logo dat zo kan gloeien. Dat is me toch te gaaf, hé. DLC winkel.
Even kijken hoor, want ik moest nog even één dingetje doen en dat is de goede kleur volgens mij. Oh nee, dat was wel de goede kleur. Ja, ja, ja. Oh, oh. Ik wil sowieso wel eventjes richting de kant op gaan dat we een LZ2'tje kunnen rijden. Dus richting Zweden is die kant op, zeg maar. Of niet, Mark? Wat zeg je? Richting Zweden rijden. Ja. Ik wil eerst even dat kopen. Ja, is goed. Waar heb jij overal je garage zitten? Mark. Mark. Ja? Waar heb jij overal een garage zitten? In Zweden, in Jonkoping. Oh, kou, dan rijd ik wel even richting die kant ongeveer. Bart ook. Bart, ja, ook Bart, die, Bart die is er nu weer. Waarom niet? Ja, die moest stoppen. Die heeft op zeuper gekregen, denk ik. Wat heeft hij gekregen? Ja, dat is een uitdrukking. Hij zei dat hij moest stoppen, maar voor mij had hij niet echt zin meer. Godver. Ik denk ik kan er net op rijden. Maar een van de lul Hannes net precies er wel in, net niet in. Waardoor ik 21% schade rij op een millimeter. Zo, even kijken. Daar niet naartoe, daar niet naartoe. Dan ga ik even richting Amsterdam. Waarschuwing, bezoek werkplaatsen. Niet best. Zo worden betaald, gaan met Jan en alle man naar bed. Sluit de gordijnen, proef hem niet in je bed. Je thuis niet vinden kan, ze zijn een stapje. Voor elke man terug. Dio, iemand zegt: hey Mika. Wat doe je mij? Yo. Kijk naar de livestream. Wacht. Oh, ik moet even wachten. Oké. Okay. Ik ga even naar die repair toe als je dat niet erg vindt. Ga ik even mijn DAF repareren. Jos die net ook weer niet kan rijden. Huppatee. Kan precies allemaal. Oh, verkeerde knopje. Oh, weer verkeerde knopje. NT Trucker. Mika, hoe krijg ik subcounter wit? Hoe ik hem gewit heb gekregen, NT Trucker, tegen als ik kruip. Hoe ik hem wit heb gekregen is. Je kleeft er aan een bumper, voel jij je dan zo groot? NT Trucker, tegen als ik kruip. Ik heb hem gewoon op livesubcounter.nogwat dus iets. En dan de background naar, of tenminste naar de nachtmodus veranderen. Zeg maar. Zulke mensen willen graag een band denken of zo, ik weet niet. Oh, ik moet rechtsaf. Dus dat dus voor ook een band. Zo worden we taal gaan met Jan en Alemann.
Later voor de COVID. Maar hij blijft zwart. Ja, dan moet je naar of de background veranderen naar een zwarte kleur of naar een donkerdere kleur, laat ik het op die manier zeggen. Ik heb gewoon een night mode gedaan. En dan wordt hij vanzelf wit bij mij. Mark speelt Eurotruck Simulator. Ja, ik moet hem even afsluiten voor die DLC. Ja. Heb je hem ook al geïnstalleerd of dat nog niet? Jawel. Maar ik zei toch niks over de bank dingen, toch? Ik was toch gewoon stil. Ja. Ah, dan klopt het. Nergens over gehoord, althans. Nee, ik ook niet. Zo. Kom op. Teruggaan. Morgen weer om 8 uur op. Waarom dat dan? Schapen scheren. Bij mijn opa. Schapen? Ja, ze doen nog eens wat, hè, vandaag. Bij je opa? Ja. Godverdomme, we worden 29 graden en ik ga schapen dan scheren. Ja, het verdient goed, dus dat scheelt. Era, Mika, hoe kom je aan zoveel abonnees? Mensen met die abonneren. Met je opa samen, Mika. Ja, we zijn samen met mijn opa. Oeh, remmen. Ja, ik weet, er kijken een beetje weinig mensen voor het aantal abonnees dat ik heb, maar kijk maar eens. Waarom is Bart weg dan? Ja, weet ik veel. Moet Bart stoppen? Ja, dat zei hij. Ik ken hem er eigenlijk al te lang voor dat ik denk dat het niet helemaal waar is, dus nou vind ik het niet meer leuk, maar... Ik weet niet. Het kan ook best zijn dat hij moest stoppen. Het kan ook best zijn dat hij moest stoppen. Installeer zelf, dus waar moet ik doen? Hoe doe ik mee? Nou, door EU2 te joinen en naar Amsterdam toe te rijden. Zo doe je mee. Ben je in Amsterdam? Ja. We gaan wel naar Zweden toe voor de LZV natuurlijk. Maar... Hier heb je toch ook gewoon LZV? Dan moet je gewoon even je vraag aanpassen. Oh zo. Volgens mij kan je dan ook gewoon LZV doen hoor. Gastrovent. Ik heb hem ook. Hoe kom ik in op Teamspeak? Ik heb geen Teamspeak. Hoi Octaan. Yo Octaan, thanks voor het subscriben nog van net. Ik kan deze wel even ietsjes omzetten. Zo, zo. Als die maar blijft hangen dan weer. Oh. Een eindeloos gebed zonder end. Ja. Hoe kan je zijskurt van aanpassen? Ja, door op de zijskurt te drukken. Ja. Nee, dat kan helemaal niet. Dit fix ik zo. Ik bedoel Discord. Link staat in de beschrijving en anders doe je uitroepteken Discord en dan heb je het linkje van het Discord ook. Alright. Ja, ik weet dat mijn greenscreen een beetje naar mijn belichting niet helemaal goed is, maar dat fix ik. Ik kan hier mijn zijskut drukken hoor. Oh, zijskut. Oh.
Eens een paar borden kan je veranderen. Dus beter komt er ook nog een update voor. Kan ja, truc deals. Kan je hier spotborden van? Kijken. Leuk streampje. Thanks, Octaan. Ik weet niet of dat jij ook een. Het ziet er nou uit alsof dat je ook een YouTube kanaal hebt. Even kijken. 284 abonnees. Nice, 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 nice. Hoe mensen op te baan. Wel deze kanaal trailer. Kanaal van mij. Terug. Ja, je hebt ook best een leuk kanaal. Ook best een leuk kanaal. Ik zat even gaan kijken. Is mijn softbox eventjes. En bijgebeunen softboxes even vastzetten op beunen. En Mark, join even de gewoon Mika. Doe daar even in het kanaal livestream, oké? Waarom dat? Ja, doe het maar even. Doe. Even kijken, zo, daar ben ik weer. Yo, Mark. Oh, ik heb ik al gedrukt op inparkeren, dat nog niet. Jazeker. Kijk, dit bedoel ik dus. Hier ging het al mis. Ik kom er niet in, nee, ik move hier er net in. Want het livestream kanaal kan je ook niet joinen. Ja, tenzij je een vriend rank hebt of tenzij je gemove wordt. Maar ik kan je wel even opnieuw move hoor. Je moet even een kanaal. Ja, ik ga wel een droge kanaal. Yo. Yo. Hallo. Je kleefde aan mijn bumper. Voel jij je dan zo groot? Ah, oh, kut, zo, nu staat het niet meer in beeld. Jeroen dacht ik dat er gejoind was. Ja, of geabonneerd. Ik kan het zo even kijken. In de herhaling bekijken en dan. Alsnog eventjes een bedankt. Yo! Hallo? Hallo. Yo. Alleen Mark moet nog even joinen. Waarom joint Mark nou niet? Ik heb wel Discord, maar welke server van jou? Ja, ja, ik ben er nu in. Oh, ik ben zo. Ultra maximaal 0.8 achteruit rijden met een vrachtwagen. Mogen wij ook livestreamen op? Mogen we ook live? Wat bedoel je dan morgen? Ik denk dat ik morgen ook wel weer live ga. Ultimus verneukt. Alleen maar ik moet even Roblox joinen, maar ik sta niet gewoon in de joint. Ja, zo, dat was het. Alleen hoor. Hey Mark, join je eventjes dat Roblox kanaal. Ja, ik was nog heel van tunen. Nou, dan. Yo, ik ben er weer. Hij komt er zo aan. Door voor een half uurtje Rainbow. Nee, nee, nee. Ik heb al te veel Rainbow gedaan. Ja, of Mark moet stoppen, dan kan ik misschien wel even een potje Rainbow doen. Maar dat doe ik dan op Twitch en niet op, hoe heet het. Maar ik denk er nog niet dat we gaan even naar Scandinavië toe rijden. Ik ben in Amsterdam. Ik heb nog steeds geen. Mika. Ja. Moet je bij, als je Eurotruc van de, want hij doet het dan bij mij niet, moet hij dan, welke moet je dan doen bij beta's? 1.28. Oké. Okay. Als je hem ook lekker hier neer, zo'n miljoen tosti. Uit DLC, is er morgen een DLC dan? Komt er morgen een DLC uit? Beter komt er morgen een DLC uit. Voor wat?
Ja, die ene DLC kan nog uitkomen van Italië. Nee, dat weet ik niet, want dat staat later dit jaar. Ja, oké. Okay. Dan denk ik het ook niet, nee. Ah, ik kan dus nergens dat hier even in, goed, of tenminste bij deze niet. Maar is het, dit is een nieuw interieur denk ik, of niet? Mark. Welke? Die van de DAF. Ja, die nieuw, die middelste wel. Maar is alles wel nieuw. Ja, ik ga morgen Eurotruck multiplayer livestreamen. Wie kan welke EU zitje? EU 2. Oké. Even kijken, ik neem even een ritje aan richting. Of zou ik gewoon. Heb jij trouwens Scandinavië DLC of niet? Ik hè? Ja? Nee, ik heb hem nog niet. Ik moet hem nog halen. Gaan we eigenlijk zo Scandinavië namelijk. Hoe laat weet ik niet, hoe laat ik morgen multiplayer ga livestreamen. Zit je in Amsterdam? Ja, nu wel. Ja, oké, dan kom ik even vast denk ik tegen. Nee, niet in de middag. In de middag ben ik denk ik niet eens thuis. Oh, ik ben in Rotterdam. Hoe kan dat nou? Alle Amsterdam, Mika? Ja, van Amsterdam naar Houtsborg heb ik er een. Gaan we zo in het rijden? Ja, we moeten toch naar Hoede toe, naar Zweden. Ja, kan ook snel rijden als je dat zo graag wil. Ja, dat kan ook doen. Ja, ik ga even je kan zien. Hier ook gewoon, maar je hoeft niet per se naar Scandinavië hoor. Nee, ik heb er hier nog geen één gezien. Ik ben al bij 10 dingen geweest en het allemaal veranderd, weet je wel. Op dat tandwieltje gedrukt. Echt? Is dat echt hier? Ik heb er eentje in. Mika, ik zie je helemaal niet eens op de map zitten. Nou, ik weet niet. Ik zit in EU2. En dan in Amsterdam nu. Ja, ik zit ook in Amsterdam. Oh, raar. Heb je er in een linkkoping, Mark? Ik ga even wachten, ik ga even kijken. Gaan we opnieuw doen. Joehoe! Ik ga naar de linkkoping. Ik ga nu naar de linkkoping. En ik ben in linkkoping. Hey! Ben je een link open? Ja, nu wel. Het bedrijf van een vrouwtje. Jongkoping, ik heb geen linkkoping. Oh, Mika, ik kan er niet in, hij zit vol. Oh. Anders kom je Mika, ik kan niet naar ik kan niet naar linkkoping, ik heb alleen jongkoping. Ja, maar dat zit onder elkaar. Dat is 50 kilometer rij of zo. Dus ga daar dan maar naartoe. Ik ben naar jongkoping. Dat ken jij ook even volgens mij, dus heb jij toch ook een bedrijf? Nee, ik niet. Even kijken. Ja, kijk, hier heb ik volgens mij over LZ2. Nee, wacht. Hier heb ik sowieso LZ2. Als je deze niet is, deze wel. Ook niet. Ja, ik heb een LZ2. Maar waar naartoe weet ik niet. Mavic Games, hallo Mika. Ik kijk weer je stream. Nice. Ik heb er eentje naar Veas. Yo. Kom ik. Yo. Oh, Jonkoping is naar beneden, wacht even. Kalm maar. Daar hebben we geen eentje naar. Wacht even. SK. Oké. Okay. Vrachtcentrum. Ja, heb jij er eentje naar. Naar Vasteras? Dat is naar boven, zeg maar.
Dat is ik heb trein naar Uppsala, ik ben hier van... Ja, neem die naar Uppsala maar aan. Ik heb er ook een naar Oslo. Ja, neem die naar Uppsala maar aan, want ik heb nu al... Hoezo heb je dit keer je cam aan? Ik heb heel vaak... Oh, hè? Je bedoelt waarom ik die uit heb? Dat weet ik eigenlijk ook niet, dat is een hele goede vraag. Rij jij maar naar mij toe, Mark. Ik denk dat mijn cam hem glitcht. Hey, daar is mijn cam weer, want ik heb wel gewoon mijn softbox aan. Ja, dat vind ik ook lekker, maar glitcht rij maar naar mij toe. Doe je het ook nog naar mij? Ja, maar jouw loopt op de route. Dus als jij je rit naar Uppsala aanneemt, dan rij je langs me. Dus dan wacht ik daar op de snelweg. Pak je gelijk nog even wat te drinken. Even kijken hoor. Want jij komt vanaf Jonkoping naar Uppsala. Rij jij via Jonkoping naar Linkoping en dan zo? Ik denk het wel, hè? Want dan meeten we... Nou, jij rijdt lekker hierheen. Jij hebt toch van Jonkoping naar Uppsala? Ja, maar dan ga ik toch omhoog. Je rijdt langs me. Ik zit boven jou. Ik zit in Linkoping. Waar zit jij? Ik zit in Jonkoping. Jij rijdt toch naar boven dan? Ja. Dan rijd je toch langs mij? Dan ga ik even kijken. Wat voor stuur heb je? De Logic G27. Dus als jij dan daar... Als jij... Nou, je hebt zeker nog niet gekeken. Man. Kijk. Jonkoping. Ah ja, ik kom er gewoon langs. Dus okay. Ik ga dan even wat te drinken halen. En als jij dan rijdt, dan moet je even wachten bij dat soort van... Van de, ja, bij Linkoping daar de afslag, want dan kom ik erop daar. Oké, okay, ik pak even gewoon wat te drinken. Ik ben ook niet twee keer heen. Ja, ik ben zo terug. Pak even gewoon wat te drinken. Goedendag heen, Mika hier, maar zo is het wel. Kijk. Open. Ik rijd nu even daar naartoe. Ik weet niet, ben jij er al ongeveer een beetje in de buurt of niet? Nou, ik rijd net weg van mijn terrein. Ik kan niet zo snel rijden. Ik ook. Alleen nu dat ze altijd vee hebben, vind ik eigenlijk ook dat ze de... Dat ze de wat? Ja, dat ze BDF, dus Anningwagen ook. Dus dat je ook bakwagen kan met Anningwagen. Dat vind ik dan ook wel mooi. Oh, ik ben echt zo slecht in met LZ2 rijden. Echt? Maar dat is wel goed, want ik raak een potje, maar daar kan ik echt niks aan veranderen. Gewoon ruim de gecontroleerd de rood rijden, kijk, het kan gecontroleerd. Ton heeft hij er ook. 35 ton aan koolzuurhoudend water. Ah, dan is het lichter, want er zitten luchtbelletjes in. Ik 25 ton. Ja, ik vind het op tijd. Ik ben nu onderweg naar de Linkoping. Ik moet hier wel trekken de dag.
Hij moet me ook wel aardig trekken. Toch hangt zoiets wel echt mooi achter, moet ik zeggen. Hangt er heel mooi aan. Scandinavië is al een mooie DLC op zich. Ik wacht daar bij de oprit van de snelweg. Yo Mika, en R-trucker. Yo, en R-trucker. Kijk eens even wat een dikke LC2 erachter heeft. Op zijn nieuwe draaf met zijn tuning spec. Ah, oh, wel een mooi tuning spec hier. Ja. Leuk voor multiplayer. Ik zet hem hier even langs de kant, dan zie je mij wel staan, denk ik. Ik kan hem hier niet langs de kant zetten, dat is een beetje jammer nou weer. Hier kan ik hem wel langs de kant zetten. Oh, sorry, Bermpje. Je ziet ook overal hier in Scandinavië elke feest. Ja, inderdaad. Dat is ook het mooiste. Heb je die bolletjes in andere... Hoe heb je die bolletjes in een andere kleur? Welke bolletjes? Zo met die velgen tuning spec kan je nog leuke auto's maken in ETS. Wat bedoel jij precies met die bolletjes in een andere kleur? Dat snap ik niet helemaal wat je daarmee bedoelt. Nee, maar je kan best... Ja, inderdaad. Je kan best mooie auto's maken. Zo. Ik moet die kant op. Ook met die banden tuning. Gaat nu over zo. Maar Mark, die komt... Oh joh, er crasht een auto naast me. Allee hoor, van die players. Oh ja, dat heb ik... Je bedoelt... Oh, dat zag je zeker... Daar zo ongeveer. Ja, dat heb ik zo. Instelling in multiplayer dan althans. In multiplayer en dan hier kan je players op de map. Dan zet ik eventjes gauw iets aan de kant. En, oh nee, dat heeft geen nut. Dan kun je hier ook... Kijk, dit is dan... Nu heb ik ze niet meer custom. Apply, oké. Okay. Kijk. Oh, pardon mensen. Pardon. Kijk. Hé, nu rijden ze helemaal... Dan zijn ze gewoon uit, denk ik. Wat een vies vuil rot, jong. Val alsjeblieft dood neer. Kijk, nu... Dat is zo dus. Wie was dat? Je kan ook nog in de historie kijken, hè. Ah, oh, wat een jong. Wat een vies, jong. Ben je alweer onderweg of niet? Of, Ik hoor je niet heel erg goed. Ja? Ja, ik hoor je niet echt heel erg goed, maar... Hij left. Als je, ja, inderdaad. Als je even af laat slepen, Mark, dan... Mark. Ja, je lekt hem als een tering. Wacht even. Yo. Ben je soms dan het downloaden of zo, want je verbinding is echt... Ik hoor hem echt niet meer. Ik ook niet. Zo, dun. Ik heb van die gekke dingen. Wat een robotstem. Ja. Oh. Mark. Komen jullie zo nog in Europa? Of in... Waarom Scandinavië? Weet ik niet, denk ik haast. Misschien wel, maar misschien ook weer niet. Okay. Ga je nog Rainbow doen, of niet? Misschien ook nog wel even. Denk het haast niet hoor. Dat lijkt me. Ik kon de vraag van vandaag, kan die Mika een beetje achteruit rijden met een LV2 combinatie? Nee, dat kan hij gewoon niet. Maar kan die keren met een LV2 combinatie? Dat is een hele andere vraag. Ja, hij heeft nu al een schaar gereden, maar boeien.
Ik trek hem zo weer recht uit mijn schaar. Ja. Zo, hier alleen maar als tweetjes, hè? Is een IKEA of twee. Twitch Riek. Oh. Die zijn als luim Twitch. Jeuk aan mijn oor. Brr. Zo. Mark, ben je er nog? Maak ze internet ook weg, hij is offline. Dan rij ik gewoon wel de rit af, wachten we. Wie heeft die oven meegemaakt? Deels ik, deels Skygame. Ik heb hem zelf nog een beetje aangepast, maar Skygames heeft hem gemaakt. Hij moet wel aardig lekker aan zijn trekken volgens mij. Dat is ook goed van tol. Oh, daar. Ik cruise mooi op 70. Dus je kan goed rijden, ja. Ja, Pedro, dat vind ik ook. Mok hem. Oh. De chippy pak ik zo wel. Nu zie ik weer niet meer real time. Wacht even hoor. Oh, dit kan niet goed gaan. Waarom? Scheiße, ja, sorry mensen, ik... Godverdomme, zie ik het nog steeds niet. Zo. Huppatee. Ja, sorry mensen. Je kleefde aan mijn bumper, voel jij je dan zo groot? Wesley, FCB, ik denk dat staat voor FC Bayern München of zoiets. Thanks voor het subscriben. Hoe lang heb je nog vakantie dan? Nog tot volgende week woensdag. Zo. Ja, dat zijn beste tijden, hè? Hallo! Yo, ben je er weer? Ja. Internet viel zeker weg of niet? Ja, Oké. Ik heb iets verplaatst. Ja.
Ja, mijn Eurotruck slot spelen. Ja. Ja, ik ben met nog een paar mensen. Maar dat komt goed. Ja, ja. Dat ging. Waar ben je, Mika? Wat? Oh, ik ben offline. Ga je vanzelf weer online? Nee. Even you will be automatic reconnect. Oh. Door. Hoe kan je delay zo kort zijn? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb gewoon een hele korte delay. Een delay van 10 seconden of zo, als het goed is. Ja, misschien door bij OBS zelf te kiezen voor een centraal. Nee, die heb ik op automatisch staan. Nou, ik durf het je niet te zeggen. Hoe heb je de subcounter wit gemaakt? Luistersubcounters.nl. En dan, ja, het is niet zo, ja. Op, dan, op nachtmodus zetten, zeg maar, op nightmodus en dan wordt het de achtergrond zwart en de dingen, het hout wordt dan wit. Oh, maar ik bouw weer. Mijn internet houdt ermee op. Aha. Jongens, ik ga er vandoor. Is goed. Jojo. Hey, yo, fijne stream nog. Ja, bedankt. Yo. Nou, dan kunnen we ook weer naar ons normale gebeuren. Ja, dus, ja, ik zit nu ook hierin, dus Ja, goed dan. Hij reconnect niet heel best. Ik ga wel naar profielen, ja. Ik vind die dag voor mij best nog wel mooi geworden in principe. Ik denk dat ik nu mijn rit kwijt ben. Omdat ik economie reset aan heb. Weet ik niet, denk het niet. Ik denk wel. Want die is je reset altijd al van. Had je die rit al aangenomen of niet? Ja. Ja, dan heb je hem gewoon nog, denk ik. Oh ja, oké, goed. Kan me daarmee helpen? Is het goed dat... Ja, ik maak daar een video van. Na deze stream ga ik daar direct een video van maken. Dus ik heb een kruisje op mijn hand. Even kijken. Ik heb hier geen pen. Nou, dat ga ik doen. Waar ga je een video van maken? Hoe je de subcounter rechts wit in beeld krijgt. Subcounter? Mooi. Hallo? Ja. Wat is er? Ja, kom eraan. Ga je stoppen? Ik moet even gauw één dingetje doen. Ik ben over 10 seconden of een minuutje of 2 terug. Mensen, daar ben ik weer. Mensen.
Mark. Ja. Hij is aan het reconnecten. Ik ben de 148ste. Ik moest even gauw mijn vader even helpen. Even de modekap van Scania eraf halen. Die weer in Jan. Dat peetje. Dus dan ben je eerst nog helemaal naar de garage gerund. Ja. Dat deed je snel. Ja, rap gedaan. Is je vader alleen dan bezig? Ja. Ik had echt niet verwacht dat ik zo'n slechte conditie had. Godver. Ik denk dat ik op mijn laptop alleen maar Rainbow Six ga installeren. En Eurotruckers? Ja, weet ik niet. Ah, misschien als ik een keer bij jou ben, kan ik dat best doen trouwens. Dat zijn nog eens, ik denk dat ik in totaal 100 gig eraan kwijt heb. Maar je kan ook toch van je computer af Eurotruckers streamen? Nee, dan moet je op hetzelfde internet zijn, hè. En ja, aangezien er toch een 1060 in zit, Nvidia 1060, maakt het ook niet zoveel uit. Dat is toch hoger dan toch 900? Ja, dat is een nieuwere serie, maar... Ik ben nummer 6. Oh, ik ben bijna op mijn bestemming nu. Ja, we gingen op elkaar wachten. Ja, jij was opeens weg, ik wist van niks. Dus ik dacht, oh, dan begin ja, ik wel mee rijden. Ik stuur nog netjes een bericht. Ja, die niet verzonden werd omdat je geen internet had. Wel, want ik had hem op 3G. Wat is de bedoeling van dit pasje? Ja, dat is voor een online examen, waarom dan? Niet voor in je portemonnee. Wel, dat is voor mijn... Nee, niet voor in mijn portemonnee. Dat is voor dat online examen. Dat kan ik ook voor mijn auto gebruiken. Dat was het liefst verkeerde. Die was wel verstuurd hoor, Mika, want ik had hem op mijn 3G aan. Oh, nou, niet gezien. Ik zag hem pas later toen hij weer terug was. En dan keek je later denk ik op je telefoon. Maar ik ben er nu pas, dus ik ga weer terug naar... Dan doe ik wel weer even snel rijden naar Linkoping. En dan staan we ook ja, samen... Ja, ik rij nu. Nou langs Linkoping. Ja, ik sta nu bij Vasteras. Ja, wat doen we? Kom jij naar Linkoping of? Ik kom naar Linkoping toe. Wat doet het eigenlijk voor? Want ik los nu mijn rit, los ik, dus. Nee, je moet daar. Het moet in mijn ding blijven. Waarom dan? Dacht mama dat? In je water? Ja, in mijn potje waar die zat. Waarom dan? Vraag mama dat. Nee. Jijzelf. Ja, ik weet niet waarom het voor moet. Nou, omdat het voor mijn rijbewijs B is, die had ik eerst gekregen. Dus ik ga kijken of die nog werkt als ik voor mijn rijbewijs B ga leren. Moet ik wachten, Mika? Ja. Ik kom er nu aan, even kijken. Ja, kan alles? Nee, dat kan ik niet. 0xp, update. Doorgaan, garagereglement, vrachtwagen, eigenaars, garagebeheer, kaartweergave, Linkoping, snel rijden, ja! Daar is nog een partij een hele mond vol. Kijk, ze nu weer in Linkoping. Zal ik eens even kijken wat ze hier een rit hebben, Mark? Dat werkt zeker weer niet. Arbeidsmarkt, vrachtcentrum. Ja, hij werkt. Kijk of ik wat naar boven heb. Over hoe moet jij rijden naar Uppsala? Ik hoor je weer slecht. Als naar Uppsala.
via Stockholm, even kijken. Jij rijdt via... Oh, jij rijdt via Stockholm. Oké, dan rijd ik ook via Stockholm. Ik ga nu even mijn rit even aannemen. Oh, mijn bureau zo rijdt deze ervoor. Ik denk dat je wifi er weer uit gaat, Mark. Want ik hoor je drastisch slecht. Echt, het is bijna verdrietig hoe slecht ik je hoor. Mark? Ja? Ja, nu hoor ik je weer goed. Even kijken, vraagcentrum. Alsjeblieft, als we... ik heb geen LZ2. Maar goed, ik neem even een ritje aan en dan rijd ik met jou mee. Nika? Ja. Hoor je me? Ja, ik hoor je. Nee, omdat je Nika zei. Bjorn Aslon, hallo. 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 Goeiedag. Waar sta je precies, Mark? Linkoping is voorbij en dan die snelweg. Ja. Ik moet mijn route waarschijnlijk ook iets gaan verzetten. Waar ga jij heen dan? Ja, naar dat andere. Naar Valla nog wat. Valla? Vasteras. Ja, dat ja. Weer. Weer naar hetzelfde plaatsje. Jij gaat over Stockholm. En jij staat nu op de... Ja, bij welke sta je? Als je hem gewoon op Uppsala zet, dan zet hij hem ook over Stockholm. Ja, ik zet hem nu ook op Uppsala. Ja, ik zet hem hier over. Als je nog heel precies moet ik bij Dekar trans zijn. Ja, dat maakt niet zo uit. Dan rijd ik over Uppsala en dan rijd ik door bij als we bij Uppsala zijn. Ja, ik zoek ook iets anders. Miauw, miauw, miauw. De poes heeft weer gedronken. Dus nog in Italië die als die zetten de IV, of niet? Ik denk het wel. Als je met Zweden verbreden. Ja, dat weet ik ook niet hoor, want ze hebben ook niet de Renault fabriek in de andere gezet. In de prijs. Ja, dat is ook wel weer waar. Kijk hoor, waar jou in mijn tab zit. Nog niet, nog niet, nog niet. Je zit er al in EU2, hè? Ik zit al best, ik zit al een klein stukje bij Linkoping, hè? Ja, ik heb mijn tab ook aanstaan en ik ben nu... rijd ik ook door vanaf Linkoping, zeg maar. Tweede truckstar. Sta er echt een heel best eind vandaan of? Waar sta je ongeveer? Mark? De zin heb ik kwijt. Ik wil mijn telefoon wel even in de gaten houden, want... Mark!
Dan zou ik hier wel even wachten op hem. Hij is er een best een snaam. Yo! Mark. Yo! Yo Mika, ik ga stoppen. Is mijn internet houdt er weer mee op. Yo! Yo yo! Nou, dat betekent dat wij nog alleen over zijn, hoor. En dan moeten we nog 5 uur. Hallo. Yo. Hoi. Goeiedag. En Eurotrucker. Hoe is het nou? Wat? Hoe is het nou, Bas? Ja, goed. Ik zit echt de hele tijd te werken met die... gepriegel van die thumbnails. Oh ja. Dit is mijn wekker, dit is echt een mooi nummer. Oh. Waarom houdt hij dan half op? Het is 9 uur 's avonds. Oh. Dat komt zo. Mooi nummer, oh wacht. Ja, dit is echt, echt mooi. Running in the street, no desire. Running in the 90s, it's a new way I like to be. I just run. Hier die extra bas aanzetten. Oh ja, zo ja. Waar heb je het geluidje van je wekker vandaan? Van het internet. Dat gewoon op YouTube en dan Running in the 90s en dan... dat is echt mooi nummer, hè? Die wil ik ook. Ik heb dan een Samsung, kijk. Gaan we naar YouTube. Oh, wacht even. Diep ik even in. Running in the... In the 90s. Oh, geen remix. Kijk, je doet Running in the 90s. En dan heb je die boze met dat love hartje en die klik je aan. En dat is dit. Oh, oh, dan moet ik hem niet uitdrukken. Gekke copy streak claim hier ook. Komt ie, hè? Die moet ik nu even weghalen. Ik weet niet hoe mijn navigatie moet doen. Ja, of het echt door het dag wil komen. Oh. Ik moet het niet doen. Wat zei je? Ik moet al zo opnieuw doen. Kijk. Een nieuw thumbnail. Ja, ik had hem niet opgeslagen. Oh. Maak je tegenwoordig ook thumbnails dan? Nou ja, ik had het al vroeger, ik denk als... Wanneer ga je weer Sims doen? Vrijdag, hè? Vrijdag weer nieuwe Sims aflevering. Ik kan wel een keer een Sims livestream doen. Oh, die is al wel even lekker bezig. Ik kan morgen misschien wel een Sims live doen. Dus, morgen even... Hoe was trouwens Truckstar? Ondanks dat al wel een paar weken geleden. Ja, goed, 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 goed. Ik vond het karretje wel grappig, met jou. Ja, mooi ding, hè? Misschien ga ik nog wel een keer zo'n ding kopen. Dat vind ik echt mooi ding.
No desire. Even kijken. Eurotrucker heet je toch of niet op YouTube, ja? Yep. Nee. Running in the 90. It's a new way I like to be. Oh, zee, ik was gisteren al 2 weken niet meer live en ineens kwamen er zoveel abonnees bij. Oh, lachen. Ja. Beter. Oh, ja, ik zie het. Beter. Ik zie bij allebei die video's geen thumbnail. Nee, maar dat komt omdat ik nou net bezig ben om nieuwe thumbnails te maken om in de volgende livestreams te gaan doen. Oh. Dus oh. Ik ga ze stoppen. Oh ja, lekker. Wat wil je? 2 keer citroen. Wie gaat halen dan? Ik. Wat, wil je niet iets een keer wat anders? Nee. Ik doe 2 keer citroen. Lekker ijs. Ja. Running in the it's a new way I like to be. Ik moet er hier af. Het is niet echt, ja. Ik had eerst wel een andere tuinman, maar dat was echt gewoon in een hele lelijke, of dat ik in een hele lelijke Renault zat. Dus ik heb dan maar gewoon mijn standaard tuinman als achterkant en dan gewoon een gezichtje. Jij hebt meestal altijd een standaard, je dezelfde thumbnail, ja. Ik had vroeger nooit thumbnails. Ja, ik eerst ook niet. Dat was op mijn vorige kanaal. Ik heb dit kanaal ook niet, maar sinds, even denken, vorige week is er opeens thumbnails, vind ik wel leuk. Alleen het is irritant, want dan duurt het gewoon zo lang voordat ik eindelijk live kan. Of gewoon maar omheen. Niet de video vergeten, nee. Yes. Voor welke wil je het weten? OBS Studio of OBS? Oude OBS. Ik denk OBS Studio, denk hè? Dat hebben we ook gewoon gedaan. Ga je zo nog live of niet? Ja. Oh. Heb je ook nog vakantie? Ja, ik heb nu nog een paar dagen. Alweer studio. Oké, is goed. Dan maak ik daar die video's op. Oh, waar heb ik trouwens mijn studenten ook heen gelaten? Ik ga dan niet zeggen dat ik dat ding nu kwijt ben. Dat maakt me zo wat dood. Volgens mij zit hij gewoon in mijn andere broek. Ik moet echt zo'n pasjes ding hebben. Die Running in the 90s, it's a new way I like to be. Ja, nu weet ik het wel. Ja, sorry, dat heb ik gewoon, als ik het in mijn hoofd heb zitten, dan kan het niet goed. Daarom wil ik ook op Twitch gaan sturen. Dat nummer is gewoon ook heel verslavend, dat weet ik. Dat is Nina Cat of zo, Nina Cat. Nee, nu zit het de hele avond in mijn hoofd. Waarom is hij nou ineens? Nou heeft hij van die zwarte balk aan de zijkant. Wat is dit? Wat is de boord? En de end to the earth. Man, you would know what's gebeurd. Ik vind dat opkleurende daglogen vind ik ook wel gigantisch gaaf. Oh, nu is het trouwens zo dat ook. Als je. Kijk hè, nu heb je niet meer die gekke licht vage flitsjes eromheen. Dat is ook zo wel gaaf. En hoe heb je dat als iemand praat dat je ziet wie dat is? Dan moet je een eigen server hebben op Discord. En dan moet je gewoon Discord. Hoe had ik dat gedaan? Discord en dan OBS. Discord plugin of zo. Discord plugin, ja, maar OBS. Wat is dit? Want het is gewoon hetzelfde formaat als die standaard thumbnail. Maar het heeft van die vieze 2 balken. Oh, sorry. Het is nu 2010.
Yo, ik krijg echt een dikke laptop, joh. Binnenkort weer. Even kijken. Het helemaal wordt geüpload. De meeste werk is bijna klaar. Dat is dan mooi. Ik moet wel even een beetje een kort ritje hebben hoor. Dan trek ik dat niet. Ah, weet je, ik vond dadelijk ook wel mooi geweest van vandaag. Ik ga even een video opnemen van hoe je dat mooie witte countertje hier al krijgt. En ik zeg, vond je deze livestream leuk? Vergeet dan niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer. En dan check ik jullie. Later. Later. Doei. Shalom.